Hallo videomensen, welkom bij Super Mario Maker. Dat is lang geleden, jongens. Ik denk dat het ongeveer al een maand, misschien twee maanden geleden is. Het spijt me. Ik vond Super Mario Odyssey te leuk. Ik vind Mario Odyssey nog steeds te leuk. En ik ga ook zeker door met die serie. Maar ik dacht, hey, we moeten eens een keertje verder gaan met het leveltje van Link. Because it's too long ago, man. Wij hadden natuurlijk dit speedrun leveltje gemaakt. En dan gingen we hier naar beneden. En ik weet niet waarom dit hier zit, laten we dat even weghalen. Hoppakee. En dan gingen we hier naar beneden zo, hoppakee, naar de onderwereld. Kwamen we hier uit, werden we hier ingegooid, werd hier een vraag gesteld. Joost is puntje, puntje, puntje. Ging je vervolgens in deze deur, kwamen we hier uit bij een of andere pikkenpijp sectie. Nee, dat is geen pikkenpijp sectie, dit is gewoon een plek zodat je terug kan naar de normale wereld. En dan moet je hier ook uitkiezen, wat is Joost? Nou ja, Joost is natuurlijk lang en dat hadden jullie in de vorige aflevering ook daadwerkelijk geraden. En dan moest je in de Wiggler gaan. En dat is de deur die daaronder zit. En dat is waar we geëindigd waren. En ik denk dat we dit wel mogen voortzetten. Ik denk dat dat wel leuk is. Dus we kunnen nu gewoon eigenlijk verder gaan met waar we gebleven waren. En dat is dus gewoon een pijpie hier in het dak zetten waar je dan weer uitkomt. Omdat je het goed geraden hebt, right? Maar, oh nee, wacht. We doen gewoon met deuren, hè, right? We zijn met deuren aan de gang. Laten we even die deur ophalen die we dan nodig gaan hebben. Dat is als het goed is deze deur. Ja, hoppakee. Deurtje. Helemaal prima. En doen we zo, zodat je er niet meer in kan. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je teruggaat uit die deur. Maar goed, oké, dit is dus de dealio. En nu is het dus aan jullie, want ik had aan jullie gevraagd in de vorige aflevering van... Hey, wat zal ik nou doen, weet je wel? Wat is de bedoeling? Wat ga ik doen? Stuur me op Twitter filmpjes van jullie level door. Wat ik kan doen in volgende secties en laat in de reacties vragen achter. Dus op Twitter pak ik hem er even bij. Maar er zitten hier wel een aantal toffe dingen tussen. En aangezien we net een speedrun hebben gedaan, lijkt het me nu wel leuk om een survival stukje te doen. En dan vond ik deze wel heel vet. Het is een filmpje dat een guy op een chainsaw springt en tegelijkertijd vuur ontwijkt en muntjes pakt, zeg maar. En dan uiteindelijk gaat de deur hier open en boom, kan niet door. Vond ik een vet idee. Laat ik die gaan recreaten. Dat doe ik denk ik dan gewoon hier in mijn level natuurlijk. Dus wat ik dan dacht om te gaan doen is... We laten eerst Mario een stukje lopen. Zodat Link niet echt een idee krijgt van wat is het volgende deel natuurlijk. En dan doen we hier ook gewoon... Een kleine ruimte waar hij dus dat gaat doen. Waar hij dus op de chainsaw gaat springen. Maar we moeten het wel op een manier doen dat we zeg maar wel nog daarboven aan de slag kunnen met... Aan de slag kunnen met al dat vuur wat naar beneden moet vallen. Want jullie zagen in het filmpje hoe dat te werk ging. Dus yeah, we need to do that. We moeten natuurlijk wel even een gang hier laten waar hij er uiteindelijk weer uit kan. Ongeveer zoiets, denk ik. En dan doen we daar gewoon een buisje. Even kijken, ongeveer zo. Hoppakee, mooi buisje. Dat is natuurlijk dan weer de uitgang die verder gaat naar het volgende deel. Oké, hoe gaan we dit doen? Wij gaan het doen met deze blokjes hier. Dat is natuurlijk de uitgang. En die jongen die had dan een soort van rails gedaan waar al dat vuur op viel. Zo, oké, ik heb wat gemaakt, jongens. Het heeft eventjes, volgens mijn opnameding, ruim 20 minuten geduurd. Maar ik moest het natuurlijk ook wel een klein beetje perfectioneren. Ik heb geprobeerd dat level van die guy na te maken. Ik zal het jullie even snel laten zien. Hiero moet je over de chain chomp overleven. En dit is uiteindelijk je doel, weet je wel. Daar moet je doorheen. Dat is je doel. Hierboven zit een heel traject gedeelte aan allemaal verschillende ja, vuurdingen en coins. En hiero zit een spring. En dat is eigenlijk een beetje de extra twist die ik de level wil geven. Verder is hier natuurlijk de timer. Oké, ik ben heel erg benieuwd of dit haalbaar is. Zeg maar, je komt... Oh, dat is niet de bedoeling, maar oké, ook goed. Zoals ik al zei, dat was niet de bedoeling. Maar weet je wat? Laten we hem gewoon helemaal proberen te doen vanaf het begin. Hopelijk dat het lukt. Kijken of dat kan. En hoppakee, dat is het begin. Gaan we hier naar beneden natuurlijk. En komen we hierin. Moeten we de zagen overleven, wat totaal niet goed ging. Ik wil kijken of ik dit nog kan. Het is natuurlijk al best wel lang geleden dat ik dit level gespeeld heb. En over de zagen heen en door de zagen heen. God damn it. Dit wordt wat, jongens. Gaan wij hier doorheen komen? Gaan wij door de zagen heen komen? Dit is wel mooi, want als je hier voor de eerste keer komt, dan let je ook gewoon helemaal niet eens op de wolken die erboven staan. Weet je wel, je bent zo geforceerd bezig met dit jump parcours gedeelte, dat je gewoon niet keert om de tekst die erboven staat. Dat is het mooiste. Oké, daar gaan we. Of daar gaan we niet, want we gaan dood. Let's do it, jongens. Let's do it. Hoppakee. And we did it. And we did it. Hopsa. Nou, dat was het natuurlijk.
En dan zijn we hier al. Gaan we natuurlijk hierin. Nou, Joost is, vraagteken, wat is Joost, jongens? Jullie weten het allemaal, Joost is lang. Dus we gaan in de Wiggler. Komen we hier terecht? Nou, dan is uiteindelijk de bedoeling dat we dus op de change-up gaan. En goddammit, ik bonk meteen met mijn hoofd daar tegenaan. Oh, crap. Ja, daar heb ik dus niet echt rekening mee gehouden. Oké, hang on. Dat kan ik fixen door dit allemaal eventjes een tikkeltje lager te maken. En op die manier is, als het goed is, verder niks anders. We komen hier al en we kunnen alsnog op dat ding bonken. Hoppakee. Nou, wat het nu is, is het kwestie van overleef de change-om. Nou, dat is natuurlijk wel handig. En nou moeten wij door het vuur niet geraakt worden. En we pakken de spring. Hoppakee, hij werd recht in onze handen gedouwd. God damn it, ik was zo ver. Ik was zo ver, ik had het bijna gehaald. Oké, daar gaan we. Hopsakee. 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 En niet geraakt worden door het vuur. Niet geraakt worden door het vuur. Pak de spring. Hoppakee. En nou is het gewoon een kwestie van overleven. Weer, hè? Weer ga ik daar vanaf. God damn it. Kom op, Joost. You can do it. En hoppakee. There we go. En wat nu de bedoeling is, is die legt dus hierdoor de spring neer. Als je het goed doet. En kijk uitkijken voor dat ding. En dan kan je dus, zeg maar, met de spring kan je nu dus, zeg maar, in. Dat is dus een beetje het idee. Ja, ik heb de pijp nog niet gelinkt, dus dit werkt verder niet. Maar dit was dus mijn idee. En ik denk dat het best wel cool is. I kinda like it. Natuurlijk moet er hier nog wel wat gedaan worden aan decoratie en dergelijke. Maar ik vind het erg vet. Dus dit is, zeg maar, dit leveltje. Zodra hij dus in de pijp gaat, komt hij op een andere plek uit. En dat is natuurlijk beneden. Dus laten wij hem Mario maar eventjes in de pijp gooien. En hopsakee. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Waar komen we dan uit? Dit is natuurlijk de eerste vraag. Joost is. Laten we de pijp maar gewoon hiernaast doen. Weet je wel, het is op zich niet zo'n probleem waar die eruit komt. En dan moeten we dus hiero in dit Joost is lang gedeelte, moeten we Mario ook weer uit laten komen. En dan wordt natuurlijk de volgende vraag gesteld. Nou, nu is het dus een kwestie van, hoe gaan we dit vragensysteem weer doen? Weet je wel, doen we het op dezelfde manier dat hij weer moet ontwijken? Of doen we dat nu op een andere manier? Ik denk dat het wel weer leuk is om dat op dezelfde manier te doen. Dan niet met zagen, dan wel met iets anders. Dus dan moet ik nog even gaan verzinnen. Geef me eventjes. Oké, jee. Ik ben klaar met dit. Heeft echt lang geduurd. Ik ben hier al langer dan 40 minuten mee bezig geweest. Het was een hoop trial and error. Ik heb hier wat aangepast, maar uiteindelijk weer terug veranderd omdat ik het wel oké vond. Maar wat dus het idee is, je komt uit deze buis. Tot nu toe ziet het er alleen maar uit dat je erin kan, maar je komt eruit. Deze twee dingen die gaan zitten op tracks, waardoor ze dus door alles heen kunnen, behalve dus door Mario. Dus die dingen vallen hieronder op een andere track, maar ze kunnen wel door al deze stenen heen morfen. Wat dus de bedoeling is dat Mario hier overheen gaat, hier overheen gaat, hier doorheen gaat, hier overheen en hier overheen gaat en dan hier naar binnen gaat. Dat is, zeg maar, het idee. En zoals je hieronder ziet, de tracks, die bewegen nog wel eens. En dat zorgt er ook voor dat dus dat deze dingen een andere soort patroon gaan krijgen. Let op. Dus wat het idee is, is je zit allereerst zo. Nou, dan ga je hier doorheen. En dan ga je hier doorheen. Dat zijn twee op zich redelijk easy jumps. Nou komt natuurlijk een van de moeilijkere jumps. Ik denk niet dat ik hem ga halen nu. Nee, ik ga denk ik niet halen. Ik ga niet halen. Nope, want je wordt daar gedenied. En je zag ook al op de manier hoe die launchers bewegen, zeg maar, dat ik dat heb ingesteld, dat het wel haalbaar is. Maar als jij op een plek te veel tijd neemt om over iets heen te springen, dan wordt het al heel erg moeilijk om het te halen. Dus ik denk dat dit op zich al een hele leuke timed event is voor Link. En hoppakee, ik heb hem gehaald. Maar nu zie je ook al dat dit heel smal wordt. Nou is het namelijk maar dat Mario één plek hoogte hebt, dus dan moet je net op tijd springen, want anders word je gecrushed. En je moet hier ook springen, want anders word je gecrushed door de buis. En je moet net op tijd daar zijn om naar beneden te drukken, want anders overleef je het niet, dames en heren. Dan overleef je het niet. Maar ik heb natuurlijk ook nagedacht over wat moet Link lezen in dit level. Het is natuurlijk wel belangrijk dat Link iets moet gaan vinden in het level om natuurlijk mee te nemen. En als je goed hebt opgelet, zie je misschien wat van die spikeballs liggen, zo hier en daar op de map. En ik ga ze tellen. Dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 spikeballs. En wat dus het idee is, Link gaat hier natuurlijk in de buis terug naar de normale wereld. En we gaan natuurlijk niet bij de finish eindigen. Wij gaan natuurlijk bij de volgende quiz-sectie eindigen. Dus ik zet alvast de buis even neer. En ik ga kijken of ik dit hele deel kan kopiëren. Want het is eigenlijk praktisch hetzelfde. Dus ik zet dit er gewoon naast. Oké. En dan probeer ik dat andere ernaast te zetten. Even kijken. Zoiets. En dan zetten we die hier ook.
En dan moeten wij nog eventjes die buis aan de onderkant doortrekken. Nou, het is niet echt een buis, het is meer een soort van vasthouding. Oké, nou is het dus de kwestie van, we gaan hier ook, ja, dingen neerzetten van hoeveel is het, wat is het antwoord? Zeg maar 1, 2, 3, 4, 5 of 6. En hoe we dat gaan doen is best wel lastig. Dat moeten we eventjes gaan uitvogelen. Ik denk dat het misschien wel leuk is om het zo te doen. Dit is dan 4. En dan moeten we zeg maar op die manier allemaal blokjes gaan neerzetten. En dat is dan 2, 3 en dan 6. Hoppakee. Zie je, dan heeft hij dus de keuzes 1, 2, 3 of 6. Ik denk dat dit wel duidelijk is. En dan moeten we natuurlijk weer deuren gaan doen. Maar je kan volgens mij maar 4 deuren plaatsen in dit level. Dat is wel lastig. Dat is heel lastig. Ze moeten het dus gaan doen met buizen. Want ja, we kunnen maar 1 deur. Ah, oh, dat is natuurlijk waar ook. Oké, misschien... Hoe gaan we dat oplossen, jongens? We kunnen natuurlijk geen deuren meer plaatsen. Had ik even over na moeten denken. Want je kan maximaal maar 4 deuren plaatsen. Ik denk dat ik 1 optie weg ga halen uit dit gedeelte. Zodat er maar natuurlijk 1 winnaar overblijft. Dus we gooien de Wiggler daar maar in. Halen de Galoompa maar weg dan. Nou, dan heb ik liever dan de plant weg. Want de Galoompa is nog een enemy. En de plant staat eigenlijk stil. Dus dan doen we de Galoompa daar nog even in. En dan doen we het maar op deze manier. En dan halen we de hartjesdeur weg. Waarom ook niet. En dan plaatsen we deze hele mikmak even een stukje opzij. Naar hier. Zo. Doen we het maar even op deze manier. Dan hebben we... Ja, maar 3 deuren. Maar op zich is dat geen probleem. Want dan houdt ons wel 1 deur over natuurlijk. Om dit te blijven doen. Maar we hebben natuurlijk 4 opties. We kunnen het helemaal niet redden met 1 deur. Wat is dat nou weer voor onzin? Oh, waarom verzin ik dat nou weer? Misschien moeten we dan toch maar met buizen gaan doen. Maar ik wil het eigenlijk niet met buizen doen. Want dan moeten we de hele tijd heen en weer naar die andere wereld. En dat is vervelend. Het kan wel, maar... I don't know if I want that. Maar op zich kunnen we dat wel doen. En dan gebruiken we de andere buis... gebruiken we dan... in de onderwereld. Want dan gaan we gewoon de volgende sectie in de onderwereld doen. Dat is op zich niet zo'n probleem. Dus ik denk dat dat wel werkt. We doen het gewoon met 4 buizen. Ze gaan allemaal naar een plek toe. En ze killen allemaal Mario. Behalve natuurlijk nummer 6. Gaan we weer naar beneden. Ja, waarom ook niet, hè? En dan doen we hier ook een sectie. Nou, we hebben hier natuurlijk onze prachtige mooie baan. En dan doen we gewoon hier ook een buis... En dan moeten we hier maar een soort van speedrun gaan maken, denk ik. Want de speedrun, dat wordt natuurlijk de volgende sectie. Dan moet Mario hier weer gaan speedrunnen. En dan gaat hij daardoor een deur. En dan die deur leidt tot de laatste vraag. En de laatste vraag eindt tot het einde van het level. Ik denk dat dat wel een mooie is. Een mooie sequentie. Ja, ik wil eigenlijk best wel stoppen deze aflevering. Omdat ik al gewoon bijna 1,5 uur aan het opnemen ben. Maar ik heb echt helemaal niks gezegd tussendoor. Dus zoveel content hebben jullie niet. Het is wel een beetje jammer. Oké, misschien dat ik nog een beetje dit ga uittekenen. Klein beetje. Even zien. Dit wordt namelijk een speedrun. En ik had nog een speedrun gevonden op de Twitterpagina natuurlijk. Met de hashtag JSS of SMM JSS. En dat was, als het goed is, deze hier van Menno. Menno heeft hier al een speedrun sectie gedaan op ijs. Ik denk dat dat misschien wel lachen is om dat op die manier te doen. Het ziet er wel heel complex uit. Maar als we dit na kunnen maken, dan kunnen we dit als speedrun sectie gebruiken. En uiteindelijk, als je dan aan het einde is, dan is daar ook weer... En dan is daar dus een deur, precies zoals hij het liet zien. Want je start namelijk op een P-switch. Ik denk dat dat wel geinig kan zijn. Dat je dan zeg maar de hele P-switch timer als het ware moet uitrennen. Dat is misschien wel een idee. Dus dan gaan we gewoon een lang ijsparcours maken. En dan maken we hem ook hierboven een ijsparcours. Misschien is die net iets te klein. Laten we hem even iets hoger maken. Ongeveer hier. Nee, nog een tikje hoger. Dan hebben we wat meer speling om te gaan doen. Dus voor Menno moesten we dus dit ijsparcours gaan maken. Ik denk dat dat wel kan. Ik denk dat dat wel mogelijk is. Ik denk dat ik die buis trouwens liever... Oh, niet zo klein, niet zo groot, maar een beetje zo heb. Want op die manier kan namelijk Link er wel uit. Maar dan kan hij er niet meer in. En dat is misschien wel belangrijk. Ik denk dat ik die trouwens wel even daar doe. Niet daar. Op een andere plek. Wat is een mooie plek hiervoor? We doen hem gewoon daar. Gewoon, hij zweeft. Nou, ik hou niet van zwevende objecten. Dat heb ik wel eens eerder verteld. Dus we doen hem gewoon een klein hoekje eraan vast. En dan maken we die wel even weg. Zo, dat is echt niet zo'n probleem. Hoppakee. Nou, dat is daar onze laatste spikeblokkie. Komt Link hier uit... Gewoon uit het midden, want dat is het mooiste. En dan valt hij meteen op een P-Swincy. Want dat is natuurlijk het idee van Menno. En dan moet hij dus gewoon rennen op dat ijs. Dat wordt het idee. Laten we dat wel meteen verijzen. Want waarom niet? Zo.
Nou, die kan nog wel even normaal blijven. Hoppakee. En dan moet hij dus gaan rennen hier al. En aan het einde van dit ding, als de PC's time over is, zal hij dat dus kunnen halen. En dan zit daar dus de deur naar de volgende sectie, waar dus een vraag wordt gesteld. En die vraag leidt tot het einde van het level. Ik denk dat we zo wel wat moois hebben. Ik laat dit zoals het is. We kunnen het nog wel eventjes een poging geven vanaf het allerbeginste begin van het level. Ik weet niet of ik het ga halen, maar we kunnen het zien. Even kijken. En hoppakee. Nee, ik heb gefaald. Oké, hoppakee. Eerste speedrun sectie compleet. Zijn we meteen hier natuurlijk. Laten we hier overheen springen. Hopelijk gaan we niet dood, want ik wil dit niet opnieuw doen. God damn it. Oké, het is natuurlijk wel de bedoeling dat ik het ga halen. Dus, oh crap. Oh, dat ging, daar hebben we heel veel tijd op verpest. En dat gaan we sowieso niet meer redden. We zijn al getrapped. Noos. Oh, noos. Het is best wel leuk dat die Podemoe je zeg maar niet killt, maar je gewoon inhaalt. En je dan gewoon opsluit. I kinda like that. Oké, Joost, even concentreren. Hoppakee, ik faalde. En hoppa. Hoppakee. En naar beneden. Gaan we op naar het volgende stukje. Laten we dit keer nou niet verpesten. Hoppa, hoppa. Lees je natuurlijk de vraag. Joost is... goddammit. Die laatste jump met die zagen aan de rechterkant, dat is echt de moeilijkste van allemaal. Die is echt het moeilijkst. Maar goed. Hij is haalbaar, want we hebben het al meerdere malen getest. Let's do it. Op naar beneden. Jump, jump. Te gretig. Hoppakee, jongens, we hebben hem gehaald. Daar had ik even een paar pogingen voor nodig. Maar we did it in the end. Hoppakee, in ons mooie huisje. En in plaats van de deur hadden we natuurlijk nu een pijp gedaan. Joost is natuurlijk lang, jongens. Joost is lang. There we go, we hebben opgelet. Op naar de volgende sectie. Oh god, dit sectie. Ik was deze al helemaal vergeten dat ik dit gemaakt had. Nee. Goddammit. Ik denk dat het wel de bedoeling is dat we even ergens een checkpointje voor Link erin gaan rammen. Want dit is sowieso niet fair op deze manier. En ik moet het ook nog zelf gaan halen om natuurlijk het laptop of level te gaan uploaden. Oh, dat wordt hels. Dat wordt hels, jongens. Want dit gaat... dit vind ik zo moeilijk. Ik vind het zo'n moeilijk stukje. Ik weet dat het haalbaar is. Maar als je telkens helemaal... het level opnieuw moet gaan spelen om hier te komen. Dat is best wel een pain in the ass, man. Kijk, ik kan hem gewoon hier starten, maar het is best wel vervelend. Ik wil hem eigenlijk helemaal vanaf het begin halen. Dat was eigenlijk mijn doel, maar oké, prima. Dan gaan we maar. Oké, we did it. Oké, laat hem eventjes ervoor zetten en dan gaan we erin. Oh, je kan er niet in. Oh my god, is dit letterlijk, heb ik dit hele idee gedaan om, terwijl het niet kan? Nee! Ik had dit... Dit was zo'n goed idee. Man, waarom kan dit niet? Ik weet dat... Oké, dat kan wel met een pain swincy. We kunnen ook... Dit kunnen we heel makkelijk fixen door gewoon de spring te veranderen in een pain switch. Want ik weet dat het daarmee wel kan. Oh man, waarom komen we daar nu pas achter dat dit niet kan? Dit hebben we ook gewoon niet getest, hè. En hoppakee, we hebben de pain switch. Nou moeten we dit heel goed gaan doen natuurlijk. Hoppakee, even kijken. Hij kan het beter... Goddammit. Oké, jongens, ik kan zo snel hier geen oplossing voor verzinnen. De P-switch blijkt niet te werken. De spring werkt niet te werken. Ik heb shells geprobeerd. Het is heel lastig. Weten jullie een oplossing hiervoor? Laat het alsjeblieft weten in de reacties. Anyways, we gaan dan hier verder door. Uiteindelijk komen we hier dus zo in dit level. Nou ja, dit hebben jullie natuurlijk net gezien. Heb ik gedemonstreerd. Hier kan je doorheen manoeuvreren. Ga je uiteindelijk hierin. En waar je dan terechtkomt is natuurlijk weer boven. Moet je het antwoord geven op de vraag. In dit geval is dat dus 6 is het antwoord. Ga je daarin, kom je hier eruit. Pacers, run, action. Oké, jongens, dit is het level tot nu toe. Ik ben best wel benieuwd waar dit naartoe gaat. I kinda like it. Ik ga hem opslaan. Laat alsjeblieft in de reacties suggesties weten. Dingen die anders kunnen, dingen die ik moet verbeteren. Als je wat SMM-kennis hebt, laat het dan weten in de reactie. Want ik ben heel erg benieuwd en ik heb jullie hulp echt nodig voor dit level. Ik wil het meest ultieme level voor Link maken. Het meest leuke level. Dus laat het me weten. Anyways, bedankt voor het kijken. Ram het op duimpje. Let me know in de reacties. En ik zie jullie allemaal... Misschien volgende week. Ik weet het eigenlijk niet. Misschien daarna. Oké, doei.